We staan hier bij de bijzondere collecties van de UvA. Zouden jullie je even willen voorstellen? Mijn naam is Mathieu Lomme en ik ben conservator grafische vormgeving. Mijn naam is René Put en ik ben grafisch ontwerper. Brigitte Grootink, grafisch ontwerper. We hebben samen een studio Put Grootink. Nu is er een tentoonstelling over het modernisme. Wat houdt dat precies in? Modernisme in de grafische vormgeving, wat het onderwerp is van deze tentoonstelling, dat is een stroming die opkwam in het kielzog van het modernisme in de beeldende kunst. De stijl was in Nederland het grote voorbeeld. En net als de stijl waren ze tegen het kunstestablishment, tegen esthetiek, tegen traditie. En ze wilden een nieuwe typografie. Het heet ook een hele tijd lang nieuwe typografie. Wie waren de belangrijkste Nederlandse mensen? In Nederland de naam is Piet Zwart. En Wim Kouwen, voor de Tweede Wereldoorlog Piet Zwart. En na de Tweede Wereldoorlog Wim Kouwen. En dat waren echt namen die internationaal nog altijd heel aansprekend zijn. De modernisten die waren het ook niet altijd met elkaar eens. Wat waren de verschillende stromingen dan weer binnen de modernisme? Zo gauw je 100 mensen bij elkaar harkt of 20, dan zijn er natuurlijk die er buiten vallen die er niet bij horen. Maar het is hoeveel je het ook ter discussie stellen in hoeverre dat een stroming is. Aan de andere kant is natuurlijk wel, we hebben ook even nog gedacht aan een organogram te maken. Het zijn wel allemaal relaties. En wat is een organogram? Dat is dat je een bedrijfsstructuur bijvoorbeeld ziet met alle lijntjes, wie waar verantwoordelijk is. Je ziet natuurlijk wel dat al die mensen die in Nederland, Piet Zwart, Schuiten, Markeeljan, die gaven weer les, die hadden weer studenten. Na de Tweede Wereldoorlog mensen als Wim Kouwel verwijzen weer naar Piet Zwart. Kouwel was een leerling van Elvers, Elvers was weer een assistent van Piet Zwart, dus er lopen wel allemaal lijntjes. U vertelde dat ze wilden zich verzetten tegen de gevestigde orde, zeg maar. Had dat ook te maken met dat bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog was geweest, dat het een soort reactie of een soort burgerlijke revolutie? Daar komen zeker bepaalde dingen uit voort. Bijvoorbeeld de fotomontages van Hartfield. Dat waren echt anti-establishment, zwaar communistische propaganda. Dus die samenhang is er zeker. Er zit ook een werk van Hartfield hier in de tentoonstelling, maar naderhand werden die technieken natuurlijk ook in meer esthetische vorm gebruikt. Ja. Ik had gelezen dat er ook in de jaren 80 enorme kritiek op het modernisme was. Waar ging dat over? Nou ja, je ziet het bij architectuur ook, bij de Bijlmer. Het was een soort utopie die eigenlijk over de hoofden van de mensen heen vaak werd beoefend, uitgeoefend. En mensen wilden geen prachtig jaren 50 huis of modernistisch huis. Mensen wilden een jaren 30 huisje. En nu zie je dat die fake jaren 30 huis ook weer flink gebouwd worden. Maar dat had je natuurlijk in het grafisch ontwerp ook. Mensen zijn een beetje moe van het koele wat dat modernisme ook in zich kan hebben en het afstandelijke en dat je het overal zag en dat het zo domineerde van PTT tot VND tot overal werd je ermee geconfronteerd en dat ging irritatie opwekken. Is de modernistische stroming als zodanig nu op dit moment nog aanwezig? Het is natuurlijk nu veel eclectischer allemaal. Dus die afwijzing, die directe afwijzing, die is er niet meer. En iemand als Wim Kouwel die is ontzettend populair, ook bij jongeren en ook zijn werk. Dus ik denk dat jongeren gewoon voordeel doen met wat hun aanspreekt. Maar in ieder geval is ornament en handwerk is ook weer duidelijk terug. Maar er zijn ook nog ontwerpers die echt in die traditie werken. Bijvoorbeeld de Nieuwe Vandalen van Joost Grotens. Dat is echt iemand die helemaal nog werkt in die modernistische traditie en boeken maakt die mensen toch heel erg aanspreken. Daardoor kan het ook wel erg naast elkaar bestaan tegenwoordig. Daarbij, misschien in de jaren 80 was er echt nog een soort oppositie tussen twee partijen die hele andere ideeën hadden over, of opvattingen hadden over grafisch ontwerpen. En nu lijkt dat veel meer met elkaar uitgewisseld te worden. Ja. Er zijn een groot aantal archieven, hoor ik net. Ja, dat klopt, dat heb je goed gezien. Het is natuurlijk leuk dat we naast gewoon drukwerk, dus affiches, boeken, en dan hebben we de grootste collectie Nederlandse ontwerpersarchieven. En daarom kun je dingen laten zien die natuurlijk toch de charme hebben ook van het niet af zijn, de charme van het onvoltooide. Dus bijvoorbeeld hier hangt achter mij de tekeningen en met ingeplakte figuurtjes van Jan Bons voor een grote muurschildering in Mexico, maar we hebben bijvoorbeeld ook de hele precieze schetsjes voor de HEMA-zakjes uit de jaren 70. Dus naast afdingen zijn er ook heel veel dingen die het ontwerpstadium laten zien. Hoe is de tentoonstelling opgebouwd? De tentoonstelling is eigenlijk op twee manieren opgebouwd. Eén is chronologisch. Dat wil zeggen dat al het werk gewoon op jaartal geordend is.
En we hebben daarnaast nog een andere ordening toegepast en dat zie je aan de wand. Dat zijn de wandpanelen waarbij we eigenlijk gewoon details uit de werken hebben gefotografeerd. En die hebben we juist heel erg associatief met elkaar gecombineerd, waardoor de jaartallen weer door elkaar heen staan. Maar waarbij je dus wel zeg maar, de karakteristieken van het modernisme uitvergroot laat zien. Bij de vormgeving van de tentoonstelling, toen we gevraagd werden door de bijzondere collecties, dan moet je natuurlijk nadenken, hoe ga je drukwerk presenteren in een tentoonstelling? Je hebt vooral te maken met boeken en kleine tijdschriften en een aantal affiches. Dus het spreekt voor zich dat je na moet denken over vitrines, alles moet goed beschermd worden. Maar we wilden wel iets bijzonders creëren, zeg maar, wat ook het modernisme eer aandoet, zeg maar. Dus we hebben heel erg gedacht vanuit het constructivisme, wat ook waar het modernisme heel erg vanuit komt, zeg maar. Dus we hebben, het minimalisme. En het minimalisme. Dus we hebben gekeken naar wat mensen ook in de architectuur doen, dus zowel in het gaaf ontwerpen, maar ook in de architectuur van het modernisme. En daar hebben we eigenlijk een soort van tussenvorm in gezocht, in een soort van sculpturale vitrines. Waarbij ook eigenlijk al die beleidingen die ook in het grafisch ontwerpen van het modernisme terug te vinden zijn, ook eigenlijk in de architectuur van de vitrines terug te vinden zijn. Dus we hebben gekeken naar bijvoorbeeld de Mertsbouw, maar ook naar Solle-Wit en ook naar Herbert Beyer, wat die eigenlijk deden in ook hun driedimensionale werk. En daar hebben we ons eigenlijk door laten inspireren voor de vorm van de tentoonstelling. En daardoor heeft in principe ook gewoon binnen de tentoonstelling elk artefact, elk zeg maar, boek of elke post heeft zijn eigen plek gekregen. En daardoor ga je er ook weer anders naar kijken. Want het is natuurlijk ook heel bijzonder dat je al die oude, mooie grafische documenten weer kan laten zien. Maar je probeert ook op een hernieuwde manier naar te kijken. Ja. En dat hebben we gepoogd met deze tentoonstelling, met het ontwerp van deze tentoonstelling te doen. En er is ook een boek verschenen naar aanleiding van deze tentoonstelling? Het is een heel gedegen boek van de designhistorica Frederik Huygen. En is verschenen bij uitgeverij Lacturis. Er is ook een installatie. Ja, het was een installatie van Hansje van Halem aan het eind van de tentoonstelling. Als je naar deze tentoonstelling kijkt nu, dan zie je het allemaal heel wit en open en helder is. En ornamentloos, want modernisten hielden niet van ornamenten, dat was iets van de generatie voor hun. Maar leuk is dat bij einddertigers van nu, dus dat is Hansje van Halem, is het ornament weer helemaal actueel. En ook alles wat je met de hand maakt, terwijl die modernisten van de machine hielden, is alles wat met de hand gemaakt wordt, is ook weer helemaal in. Dus dat die installatie geeft zo eigenlijk een reactie hierop, dat eigenlijk toch ook wel weer helemaal terug is. Alles wat tegen ze zich verzet hebben. Ja.